Dag dames en heren. Ja, donderdag was natuurlijk een sublieme lentedag met de tot nu toe hoogste temperatuur, zelfs in het Rijnmondgebied. Op het KNM station in de hoek van de Holland, een temperatuur van maar liefst 17,1 graad. Ja, en deze lieve heersbeestjes lieten zich zeker niet gek maken, ze gingen er letterlijk gelijk bovenop. Het levert natuurlijk een prachtige lentefoto op. Ja, ook dit koolmeesje is lekker druk in de weer voor het bouwen van een nestje. En ja, die mooie lentedag die eindigde donderdag met een fraaie zonsondergang in onze regio. Wellicht heeft u het ook kunnen zien. En u ziet hier ook vanuit het westen de bewolking toenemen. En ja, we weten wat dat betekende, want vandaag verliep het grotendeels bewolkt. Pas aan het eind van de middag kwamen er meer en meer opklaringen onze regio binnen. Dat betekent voor vanavond en vannacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen: temperaturen een graad of 5, 6. En daarbij niet al te veel wind uit het zuidwesten. Ja, dan morgen overdag de zaterdag. Ja, helaas niet al te best. Het is een dag met bewolking, weinig ruimte voor de zon. In de loop van de dag gaan er ook een aantal buien vallen, zo verspreid over onze regio. Temperaturen 9 graden. Ja, zeg maar, vlak aan zee. Een graad of 11 wat dieper landinwaarts. En daarbij waait een matige wind. windkracht 3 of 4 uit het uh, zuidwesten. Nou, een zondag een soort gelijke dag met bewolking weinig zon een aantal buien. Maar vanaf maandag wordt het een heel stuk beter. En dan krijgen we ook te maken met een hoge drukgebied. Want dat betekent een terugkeer van het mooie lenteweer. Meer zonneschijn, temperaturen oplopen naar 13 graden. Gemiddeld op woensdag. Wel koude nachten met een grote kans op voorst aan de grond. Dus ik zou die ruitenkrabben zeker nog niet uit uw auto halen. Wellicht kunt u nog ja, gaan gebruiken volgende week. Nou, gaat u dit weekend op pad? Ja, maak dan een aantal mooie weerfoto's zoals deze genomen vanuit het Maastrandje. En dan kijkt u zo ja, naar de skyline van Rotterdam. En ja, u kunt ze insturen naar het welbekende adres. U surft dan naar weerfotorijmond.nl. Nou, ik wens u nog een heel fijn weekend toe en heel graag tot maandag.